Hey, hallo. Luister. De microfoon staat aan. Stream staat aan. En recording staat zelfs aan. Oeh. Heb ik genoeg harde schijfruimte? Ja. Voldoende zijn. Luister. We hebben een hele belangrijke missie voor deze stream. En dat is dat we nog 2 sterren moeten binnenhalen voor Super Mario 64. Nog 2. Eerder vandaag was er ook al een stream en toen hebben we er 4 volgens mij binnengehaald. Dus we hebben er dus nu 118 en ik denk dat we er 114 hadden. Van zo werkt dat. Nu is het belangrijkste. Ik had ineens bij de vorige stream het idee dat... Bij de laatste stage op weg naar Bowser heb je ook rode muntjes en dan krijg je een ster. En ineens dacht ik van, als ik dan Bowser versla, krijg ik waarschijnlijk ook een ster. Ik heb het even gecheckt. Ik dacht, voordat ik die fout maak, dat klopt dus niet. Denk ik. Wat wel klopt, is dat ik 1 ster krijg in de laatste stage. Op weg naar Bowser met de rode muntjes. Maar niet nog een ster met Bowser. Als ik Bowser versla. Dat betekent... dat we nog 1 ster moeten verzamelen. Waarvan ik dus niet weet... welke. En dat is een beetje poep. Dat is een heel klein beetje poep. Ik heb hier een lijst van de Secret Stars. En ik ga mijn best doen. En nu wordt het ding weer een kwestie van... Beetje scheid inderdaad. Beetje poep. Hallo broodje vis. Dus het lastige is nu... we hebben al 1 locatie van de lijst af kunnen halen. En er zijn gewoon een paar andere locaties... waarvan ik ook echt wel 99,9% weet... dat we die ster ook hebben behaald. Maar we hebben in ieder geval 1 geprobeerd. Dat is van eerder van de stream ook. De ster met de rode muntjes. Van wanneer je het water weg laat zakken bij het kasteel. En dan in dat gat springt daar zo. Hoe heet die ook weer? Hoe beschrijft IGN dat? Als de finish cap under the moat. Aethered Coins. Die hebben we dus al behaald. En ik heb hier een lijstje. Secret Slide van Princess Peach hebben we gedaan. Dan heb je ook een 2e ster bij die slide. En dan moet je onder 21 seconden naar beneden glijden. Hebben we ook al gedaan. Hebben we vandaag gedaan, dus ik weet 100% zeker dat ik die dus nu al heb. Dan hebben we ook nog 1 in het Secret Aquarium. En die hebben we volgens mij ook gewoon gedaan. Want ik ben volgens mij zelfs 2 keer per ongeluk daar naartoe gegaan. Dus die hebben we ook. Dan hebben we Bowser in de Dark World. Die hebben we vandaag ook gehaald. 8 rode muntjes, die hebben we ook gehaald. Tower of the Wingcap 8 Red Coins. Bij die twijfel ik. Maar dat was volgens mij 1 van de sterren. Die we hebben behaald in het begin al. Ver in het begin. Omdat we de rode cap moesten behalen. En volgens mij kunnen we die ook wel afdikken. Lukt die? Het gaat lukken. Ik heb er vertrouwen in. Want het belangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven. Al zou ik maar gewoon 1 ster halen nu. Die nog niet hier op de lijst staat. Of waarvan je niet weet. Dan hebben we al progressie. Want we hoeven er nog maar 2. Straks check ik even voor de zekerheid de lijst met de courses. Maar ik moet dit even doen. Want anders wordt het een zoektocht. Want het is gewoon. We missen eigenlijk gewoon 1. Dus de Tower of the Wingcap.
Maybe, dat is een maybe. We kunnen het snel checken, maar dat is een maybe. Dan hebben we de cavern van de Metal Cap. En dat is in die Hazy Maze Cave. Dat, volgens mij hebben we die ook gewoon gedaan. Maar die zou ik boven, hoger aan de lijst zetten van maybe's. Van, die zou ik als eerste checken. Vanishing Cap Under the Moat hebben we vandaag gedaan. Hebben we dubbel gecheckt trouwens. Die had ik al binnen. Dus die hebben we twee keer zelfs binnengehaald. Toads First Power Star. Op weg naar de Hazy Maze kunnen we praten met die Toad. Om gewoon te checken of die Toad het niet heeft. Want het kan zijn dat ik misschien met een van die Toads niet heb gesproken. Kan zijn. Ik had dit misschien bij moeten houden. Maar niemand in de chat heeft mij hier ook op gewezen van. Hey dude, hou het even bij van die Secret Stars. Geen blame. Maar de volgende keer. Anyway. Bowser in the Fire Sea. Die. Hebben we die gedaan? Hebben we dat vandaag gedaan? Volgens mij hebben we die ook juist gedaan vandaag. Ja, dat hebben we ook al gedaan. Vandaag hebben we dat zelfs gedaan. Easy. Peasy. Dan hebben we de... nog een second power star van een Toad waar we mee moeten praten. Dat is op weg naar de TikTok-klok. We hebben ook Mips first power star. Dat is dat konijntje. En de tweede hebben we ook opgehaald vandaag. We hebben hem twee keer gevangen. Dan hebben we zelfs nog een Toad daadwerkelijk naast de TikTok-klok. En eigenlijk, welke volgens mij heel erg hoog aan de lijst staat, is de Wing Mario over de rainbows. Iets staat me bij dat we eigenlijk bezig waren met de TikTok-kloks en dat ik daar ook in ging. En dan was er van, ik weet niet precies wat ik hier moet doen. Dus die staat eigenlijk... Die staat bij mij bovenaan de lijst en op de weg daar naartoe kunnen we gewoon met de Toads praten. Anders zou ik het ook niet weten. Want de laatste is dan Bowser in the Sky, Aetherite Coins. En dat is gewoon de laatste stage. Dus. Wat gaan we nou doen? Mijn save game is er nog steeds, gelukkig. Ga ik richting de Hazy... Waar de fuck is de Hazy Maze Cave ook weer? Holy moly. Dit gaat goed komen. We hoeven er maar één. En ik denk de lijst van mogelijke locaties is heel erg klein. Ondanks dat er 15 geheime sterren zijn. Hey, heb jij een ster? Dude. I'm glad to see you, the princess and I. Well, everybody, we're all trapped inside the castle while I was about to... sorry, babe. Dat is hem niet. Dat is hem niet. Ik denk dat ik hier zo naartoe moet. De Hazy Maze... Is dat... Dan is hij... Oké, laat ik met deze Toad praten. Want dit is een Toad die een ster geeft. Het is jammer dat je dit niet op een lijst ziet, zeg maar. Van welke je al hebt gevonden. Ik denk dat Nintendo een patch moet uitbrengen om dit te fixen. Hallo, kan ik met jou praten? Thanks to the power of the stars, life is returning. Maar je hebt... Nope, dat is hem ook niet. Dit is niet op weg naar de TikTok-blok. Oh, zou ik heel snel gewoon deze lijst checken? Hier staat alles. 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 We hebben het gecheckt. Moet ik nu... Ja, ik moet hier naar boven, hè, voor de TikTok-klok. Waar is eigenlijk de laatste... Waar is eigenlijk het laatste Bowser-level? The world inside the clock is so strange when you jump inside. Yup. Dus deze dude geeft het ook niet. Oh, is dit eigenlijk gewoon de weg naar de laatste... Oh, ik neem aan dat... Dit is de laatste. Oké. Gevonden.
Dan is dat... Is dit de rainbow? Dit is volgens mij de rainbow. Laten we dit maar proberen. Ik heb niet zo heel veel zin om te vliegen. Maar de kans is gewoon... Maar deze is denk ik gewoon heel groot. Kijk, we kunnen niet checken. Misschien staat het hier wel aangegeven, maar dat weet ik dus niet zeker. Maar we moeten dus gewoon 8 rode muntjes verzamelen. Cool. Oh my god. Ik denk... Nu dit zo gebeurde... Weet ik vrijwel zeker. 99,9%. 99,99999% dat we die niet hebben gedaan. Dit is echt fucked up. Moeten we eerst weer een uur lopen? Holy moly. Holy macaroni. Het valt mee, maar het is wel frustrerend. Waarom is het frustrerend? Omdat het vliegen gewoon een beetje poep is. Het is ook al een beetje poep. Is het eigenlijk wel een goed spel? Oké. Hierin? Oh. Dan hierin. Net liet ik gewoon zien van wat je dus niet moet doen. Hier is één. Om 7 te gaan. Fucking hell, what the fuck? We moeten triple jump doen. Oh my god, wie verzint dat? In een stal. In een stal, Mario 64. Het begint niet goed zo. Ik zou zeggen, bijna mijn excuses, maar fuck it. Ik heb het best gedaan. Ik heb 118 sterren. Op internet zag ik dat maar 1% van de mensen die dit spel hebben gedaan, maar de 120 spellen of sterren hebben behaald. Dus het is een hele overwinning. Haast niemand heeft het ooit gedaan. Waarom? Als ze het niet kunnen. De massa is ook van elke stage die we nog moeten doen, dat we kunnen genieten van fijne muziek. Dus Oh, dude, als je daar tegenaan vloog. Love it. Hey, het voordeel is dat we geen levens kwijtraken. Het voordeel is dat we geen levens kwijtraken, oké? Okay? En verder, verder gaat alles goed. Formule 1. Max heeft gewonnen. Hele grote verrassing. Mindblowing. En dat was wel een leuke race om te kijken. Kijk, ja, serieus. Het voordeel is dat je geen levens kwijtraakt, maar... Kom op, Nintendo. Waarom is dat zo? Waarom hebben ze dit zo, zeg maar, zo gedaan? Dat je echt naar beneden valt en helemaal naar het kasteel toe. Dat is gewoon een bewuste keuze om de speler te irriteren. Waarom? Nintendo, anti-gamer. Mensen geloven niet, maar het is wel zo. Ja. Ik doe hetzelfde weer, hè? Ja, oké. Okay. Dat is 2.
Daar is denk ik niks roods. Hier wel. Oh, rustig aan. We hebben de 3. Oh my god. Heb ik deze behaald? Volgens mij niet. Volgens mij niet, hè? Gewoon met hoe ik me nu voel. Ik voel nog steeds iets van de vorige keer dat ik dit level deed. En misschien stond het dan wel hier aangegeven. Maar dat was ook niet bij die... dat was ook niet bij die slide. Maar neem je tijd. Is dat niet hoog nu? We verliezen het momentum. Oké. Zit hier boven in de paal nog iets? Dus hier een kanon. We hebben de 4. Nog 4 te gaan. En dat is het moment van waarheid. Als we gewoon zien, dan zien we de ster. En dan weten we in ieder geval van, hey, dat moeten we doen. Als ik dan naar beneden val, dan is het op zich oké. Maar dan weet ik in ieder geval, hey, dit is de laatste ster. Nu is de vraag, waar spring je nu naartoe? Ik zou zeggen... daar naartoe. Is er nog een kanon? Dan moeten we wel snel zijn, denk ik nu ook. Daar is er één. Yippie! Haha! En nu? Ik hou niet van die cap. Ik hou niet van de vliegen in het spel. Dan moet ik even heel strategisch zijn. Ik heb het idee dat ik meer naar links vlieg van Mario nu. En dat ik dan weer land daar bij het kanon. Dat is wat ik wil. Ik heb toch geen grond hier om te lopen, joh. Fucking hell, dude. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dat is bullshit. Dat je 3 keer moet springen. Echt niet. Oh, dude. Dude. Dat voelt totaal niet fijn. Want je weet op die wolk niet waar je ongeveer staat. En ik heb geen idee tot hoe ver je dat kan pushen. In de zin van, hey, als ik op de rand sta en het loopt zeg maar een beetje af. Van als ik daar ga staan dan, val ik dan naar beneden. We kunnen dit. Geduld. Gewoon in jezelf geloven. Als je dit doet. Iemand anders heeft het ooit gedaan. Al nooit eerder. Je hebt er 5 gehaald. Dit is de ster die we moeten halen. On no fucking way dat ik dit ooit heb gedaan. A new fucking way. Dat is dus geen wolk. Helemaal oké. Weten we dat ook weer. Waarom deed ik dat eigenlijk? Want er was geen rood muntje daar zo. Paniek. Paniekmoment. Ik heb deze ster niet gehaald. No way. No way.
No way. Echt niet. Dus dit is hem. Wees blij dat je dat nu bijna zeker weet. Zeker weet. Ik krijg het warm. Ik denk dat ik mijn sokken uit moet doen. Maar eerst dit. Dit level. Nope. Weet je wat? Ik ga misschien de andere kant eens op. Misschien moet ik een weg vinden van... dat je meer van boven naar beneden, zeg maar, gaat. Hey, hoe ging dat? Waarom ging je daar vliegen al? Is dat een... What the fuck is dat voor cheat? Oh, dude, je pakt die ster niet. Kan ik hier tegenaan schieten? Nice. Hé, daar ligt een pet. Heb ik geen pet nu meer? Oké. Ik moet nog opschieten ook, denk ik nu. Oké, dit is even een concentratiemoment. Want... Neem je tijd, Mario. We hebben er weer 5. Hoef ik niet eens te rennen om dat te doen? Waar zijn nu de andere sterren of muntjes dan? Oh ja, deze hebben we nog niet. Nog 2. Ja, dit wordt een lastige. Daar zo? Is vet snel volgens mij. Ik vertrouw het niet meer. Even zien. Volgens mij hebben we die gepakt daar zo in die wolk. Ik ben blij dat je dat hebt ontdekt. Waarom heeft niemand mij daarover gewezen? Natuurlijk moet ik een paar dingen ook voor mezelf uitzoeken, maar... Oh, Jesus. Mijn vermoeden is dat ik wat hoger moet uitkomen en een kanon moet gebruiken. En van boven naar beneden werken om te zien van hey, wat we wel en niet hebben behaald. Nu vermoed ik eigenlijk dat... je hebt dat eiland met die buizen eronder waar je dan klimt. Daar bovenop zijn we volgens mij nog niet echt zo geweest. De vraag is van, waar was het ook weer?
Is dat daar zo? Oh, dat is daar. Dit is goed volgens mij. Oh my god. Er zijn er gewoon hier twee boven. Een ster. Dat is hem. Nice. Nu is de vraag, waar is die ster? Beginstuk? Ik heb geen idee waar ik vlieg nu. Ik ga veel te snel. Ik zag de ster. Nee. Oeh, dat is een opluchting. Holy shit. Ik heb echt twee klauwen. Ik moet mijn sok uitdoen. Holy moly. Ik heb zweetklauwen en zweetvoeten. Dat je het even weet. Save and continue. Waarom schudde Mario nou zijn hoofd? Nee. Klikte ik verkeerd? Of was Mario een beetje aan het judgen of zo van... Waarom save je? Durf je niet aan? Oké. Okay. Is belangrijk. Dus we hebben 119 sterren. We hoeven alleen nog maar naar de laatste stage te gaan. En 8 rode muntjes verzamelen daar. Dan hebben we de 120. En dan naar Bowser. En dan zijn we eigenlijk klaar. Dan zijn we gewoon fucking klaar met bij 60. Zo. Nog Super Mario 64 en nog 1 Secret Star. Oh my god. Wat is de tactiek? In jezelf blijven geloven. En dat is het. Ik kan dit. Het is tijd om de Dark Souls van de Nintendo 64 uit te spelen. Het is tijd. Het is tijd, mensen. 1 rood muntje hier. Mijn doel is eerst gewoon de 120 sterren. 120 sterren. Dat is het doel. Oei, joh. Mijn doel is dat. En niet doodgaan. Het is ook eerst even verkennen. Want ik heb nog nooit deze stage gedaan. Wat even goed is om te weten. Dit is niet de eerste keer dat ik Super Mario 64 speel. Maar in het verleden dat ik Super Mario 64 speelde. Waarom zie ik daar een... Ik denk dat ik ooit misschien stage 4 of 5 heb gedaan toen de tijd. En eigenlijk nooit zo heel ver ben gekomen omdat we het spel huurden. En na het weekend moest je hem weer terugbrengen en dat was het. Dus we hebben 1 rood muntje nu. Progressie. Goed kijken, rustig aan. Dit gaat niet om het uitspelen. Uiteindelijk wel, maar het doel is eerst gewoon de rode muntjes. Het level leren. Het level leren en niet doodgaan.
Helemaal oké. Ik denk zelf dat het ergste achter de rug is. Van de Dallas. Kan ik dat ook sneller doen? Of... Camera-angles, dat zijn we ondertussen wel gewend. Ik kan ook niet iets verder uitzoomen. Helemaal oké. Ik probeer die one-up wel weer te pakken. Het is dit zo'n momentum als je dan tegenstuurt. Weet je dat hier een muntje onder zit? One-up onder. Kan ik hier... Maar er zit natuurlijk een... Oké, het lijkt erop dat ik hier wel gewoon rond kan lopen. Dus... Zie, ik moet gewoon even kijken. Ik heb er twee. Weet je wel? Ik heb er twee. Waarom zou ik dit oppakken? Geen idee, omdat het kan. Het is niet de paal waar ik in kan klimmen, hè? Oep. Dus ik hoef hier... Hey, er zijn al twee one-ups. Dus het gevaar van een... waarom... Waarom is hier een rookmuntje? Met lopen natuurlijk. Goed zo. Dat was niet een hel dingetje, hè? Nee. Ik maakte het iets te moeilijk hier zo voor mezelf, omdat ik gewoon wachtte te lang. Naar boven springen. Ik kan die one-up pakken, toch? Als ik kan mikken. Wil ik daar naar boven springen? Nee, ik denk... Ik denk dat ik gewoon de normale route wil nemen. Of in ieder geval naar die Tromp duwt wil gaan. Toch? Gewoon springen. Op geluk. Ik wil die one-up. Iets meer hiervoor aanstaan. Oké. Ik was gewoon even benieuwd wat het zou gebeuren. Daar moet iets zijn, toch? Ik wist niet dat het kon. Oké. Helemaal oké. Zie je, dan heb ik mijn held weer terug.
één rood muntje. Helemaal oké. Dat muntje negeer ik gewoon. Wat die, misschien zei ik muntje, ik bedoelde de one-up. Ik weet niet meer wat ik zei. Ik weet het niet meer. Zo. Zo. Wil ik wel hier zo rechtdoor lopen? Want... Mijn ding is een klein beetje van... Het leek niet dat daar iets zat of zo. Maar wat ik kan doen is wel misschien hierboven langs. En dan... waarom doet hij zo raar? Ik bestuur Mario, dus ik doe raar. Eigenlijk heel erg makkelijk is om vanaf hier daar bovenop te springen. Hey, waarom? Ik kan er gewoon doorheen springen? Dat ziet er niet uit als iets wat heel eenvoudig is. Dat voelt niet goed aan. Waarom zou ik dit willen? Want die dude die... Het gooit me gewoon eraf natuurlijk. Kan ik hier vanaf hier daar net op springen? Nee, hè? Camera. Weet je wat? Ik denk niet dat ik hier naartoe moet. Ik denk dat ik het via deze weg moet doen. Oh, dude. Waarom kan die dude... waarom kan hij er gewoon zo aflopen? Ik bedoel, van normaal blijven ze wel een beetje in een eigen gebied, maar die dus niet. Oh, what the fuck was dat? Dat was mijn fout. Maar... Ik had niet verwacht dat hij helemaal... Ik had niet verwacht dat hij helemaal eigenlijk achter me aan zou gaan. Mamma mia, indeed. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Verder dat als ik denk dat ik alle muntjes bijna heb verzameld, van dat ik één mis en die dan gewoon ergens in het begin weer verstopt zit. Honderd procent. Waarom check ik het begin nu dan niet? Te veel moeite. Ja.
Zo. Ja, dat is een paal. Dat is een paal. Mario, 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 Mario. Oké, cool, thanks. Jezus. Derde keer. Waardeloos. Geen fancy jump, je kan er gewoon oplopen, alleen dit stuk voelt gewoon... Je hoeft niet, je kan gewoon ook even wachten. Dan maak je een loopje en dan spring je er tegenaan. Zo, hoe dan? Het is weer een ding dat het is zo verdomd moeilijk in dit spel om diepte in te schatten. Ik weet niet wat het is. Ik heb daar zoveel moeite mee. Het is heel moeilijk om te zien. Het is iets met de camera of met... Ja, dat er misschien niet zo heel veel schaduwen zijn of zo. Of met de belichting. Het is gewoon moeilijk om te zien. Nou, is toch een gewoon een rood muntje nu dan? Dit level is natuurlijk vet lang. Dat is 4. What the fuck? Nee. Dit vind ik niet fijn. Nog één. Oh, dude, dit ziet er ook weer achter uit. Ik heb een rood muntje gemist ergens, hè? Oh, dat maakt het nog erger. Niet.
Nice, nice, nice. Dit hoef ik dus nooit weer te doen. Zeg dan niet te hard, want je moet hem nog pakken. Geen funky jumps. Pak het ster. Pak de ster. 120 sterren. We hebben het gedaan. Oh, now the power star. Maar je gains more courage from the power of the castle. Do you want to save? You bet. Dus we hebben gewoon 120 sterren. En de final boss. 120 sterren. Yo. 120 sterren, yo. Hey. Ik pas niet vaak de stream title aan, maar bij deze vind ik zelf dat ik het heb verdiend. En nu hoeven we dus alleen nog maar Bowser te verslaan. Geen tijdsnood. Ik heb 7 levens. Ik heb geen idee wat er gebeurt als ik doodga en waar ik dan kom. Maar het grote voordeel is, stel dat ik doodga, don't give a shit. Ik heb de 120 sterren. Je hoeft alleen door dit level heen te lopen. Maar de stress is weg van, oh, ik moet dat rode muntje nog. Of ik val hier naar beneden en ik heb juist alle 7 muntjes. Het is gewoon van punt A naar B lopen. Dan weer Bowser. Dat is het. Checkpoint. We hebben een belangrijke milestone gehaald met het team. Binnen de deadline. En we gaan nou Bowser verslaan. Maar eerst hier inspringen. Nice. Zie je, dat lukte. Oeh, Bowser. Mario, you again. Well, that's just fine. I've been looking for something to fry with my fire bread. Your star power is useless against me. Your friends are all trapped within the walls. And you will never see the princess again. Wahahaha. Okay. Heb je ook een muntjes hier? Of ben ik eigenlijk wel een beetje fucked? Jawel. Dit is het dus irritant, hè? Dat hij gewoon rond blijft draaien en... Ja, ik heb toch geen idee hoe dit werkt nu. Ik heb de hele timing niet. Ik weet de timing niet van dat. Volgens mij wil ik hem ook niet zo ver... Volgens mij wil je ook wel iets dichterbij staan. Kan ik ook de stick loslaten? En dan gewoon op... Moet ik B loslaten of B indrukken? Kom, oké. Wat dropt er iets ook een muntje of zo? Zo'n vlammetje als die uitgedoofd is? Waar kom je nu? Is er altijd gewoon een leven hier? Is dat het? Er is gewoon altijd een leven daar? Dus we kunnen dit gewoon blijven doen eigenlijk. Dus die hele stress is weg van, ik moet het level opnieuw doen. Dit is het. We zitten erin. We zijn locked in. Kan ik de stick loslaten en dan dat doen? Juist. Hier is een puntje. Dat ziet er wel uit als een... Het gaat voor mij zo snel dat ik het niet zie, zeg maar. Maar die wist ik dat ik te vroeg was. Oeh.
Roepen die vlammen misschien muntjes? Misschien alleen de blauwe? Ah, ik zie het niet. Daar is een muntje. Dit muntje is weg. Fuck you, Bowser. Lame. Hey, noot. Er is ook wel een. Als ik die kan pakken. Het ene blijf ik lastig vallen, of vinden. Ja, is een lastige. Moet ik dit nou skippen? Waarom is er al zoveel shit hier gaande? Terwijl we nog niet eens echt begonnen zijn met het gevecht. Oké. Nog twee keer? Cool. Is er een muntje? Hey, G-spotter Jeroen. Bedankt voor de follow. Oké. Okay. Dat was duidelijk. Nee. Even zien. Bowser, doe je ding. Tot nu toe, het vraagt denk ik veel geduld. Ik heb het idee dat dit al iets beter gaat. Alleen, het is ook tijdsgebonden. Want ik moet binnen een bepaalde tijd moet ik het zeg maar behalen of oh gee. Sure. Oefen is een practice run. Dat was niet handig. En dat was ook niet handig. Luister, we hebben gewoon nog een leven erbij, geen nood. We hoeven level niet overnieuw te doen. Maar de kwestie is gewoon... in leven blijven. Leren mikken. Maar het is denk ik wel tijdsgebonden. Want het is wel dat hij op een gegeven moment de grond is weggehaald eigenlijk. Ook niet tegen hem aanlopen. Ook niet misspringen. Ik heb het idee dat ik... Oké, dit is op zich wel een goede camera-angle. Ik heb geen held nodig, maar ik wilde gewoon wat afstand bewaren voor... Doe je ding, Bowser. Dat was mis. Het is lastig, het is lastig. Wat het denk ik lastig maakt is meer van de rotation van Bowser en hoe die meebeweegt.
klein beetje een soort van tijdsdruk van... Hé. Hey. Precies. Dat is precies wat ik wilde doen. Er is nog ergens een muntje. Please. Oké. Bullshit. Absoluut bullshit. Muntjes. Oh Jesus, dit is al veel te veel. Het is in ieder geval met deze camera-engel wat beter om te managen en zolang niet meer niet. De grond weghaalt. En dan is het op zich oké. Ja. Ik heb het idee dat ik er misschien iets beter in hoor, maar goed is anders. En ik denk dat het probleem is als hij dus naar beneden jumpt, dat je dit dan krijgt. Door de camera kan ik dit dan niet goed inschatten. Dat is echt tricky. Het is echt heel lastig. Ik weet nog steeds niet precies welke handeling ik moet doen. Van een kleine jump, maakt niet uit. Je hebt bij. Wissel draaien. Neem je tijd, mag iets sneller draaien. Ik denk wat ik vooral moet leren is van als ik hem daar naartoe wil. Dude, neem je tijd. Ik neem mijn tijd niet. Dat is zo belangrijk als je met precisie regering bezig bent. Er weinig ruimte is voor error. Neem je tijd. Dat is het belangrijkste. Neem je tijd. En geloof in jezelf. Dat is het belangrijkste. Dat staat op nummer 1. Geloof in jezelf. Neem je tijd. Dit wordt dus alleen maar erger natuurlijk als hij die grond weghaalt. Wat ik ga doen. Oké, dus de spin als ik gewoon even de stick loslaat. Dan heb ik wel wat tijd om daarop te reageren en iets te doen. Maar die wist ik eigenlijk al dat het niet goed ging. Kunnen we afspreken dat je misschien wat vuur schiet? Jezus, wat gaat die camera ineens ver? Helemaal oké. Dat was mijn fout. De andere keer was niet mijn fout. Ik... 20% heb ik het nu door. 20%. Ik ben er nog lang niet. 20%.
ja. Je kunt het. Ik kan zelfs daar mijn tijd even nemen. Ik denk dat het probleem is dat... het probleem is, dit is een beetje net zoals alsof je piano probeert te leren. Dat je twee handen tegelijkertijd moet gebruiken. Dus ik moet de stick ronddraaien en dan nog eens een keer timen. En bij de timer dan stop ik met het draaien volgens mij van de stick. En dan gaat het mis. Het gaat mis. Ja, dat zie je dan toch ook niet. Ik heb het dus nog niet. Oké, laat maar. Kom op, dude. Dit kan je. Je hoeft hem niet te hard te draaien. Dat is het compleet een andere kant op. Hey, dit is een practice run. Practice run. Het Bowser ronddraaien. Perfect. Dat was een grote vuurdinges, hè? Ja, fuck it. Wordt nu ook geraakt. Het was te proberen. Ah. Duurt, er was er nog eentje gewoon dichtbij. Helemaal oké. Was mooi geweest. Iets agressiever spelen. Ik vind het gewoon lastig om te mikken met Bowser. Ja. Denk maar zo, dit hoef je niet nog eens een keer te doen. Oh, hij begint gewoon meteen met de hele vuurbende. Pak dit muntje. Kan je... Papa. Pak een muntje. Is er wel ergens een muntje? Daar ben ik het niet mee eens. Dat was op zich wel goed. Wat je nu doet is risky. Ja,
Kom on. Oh, dat is een ster. Dat is leuk. Echt. Jezus, dat is toch een mis. Is dat hem? Is dat hem? Of moet hij nog één keer? No, you really beaten me this time, Mario. I can't stand losing to you. My troops worthless, they've turned over all the power stars. What? What? There are 120 in all. Amazing. There were some in the castle that I missed. Now I see peace returning to the walls. Oh, I really hate that. I can't watch. I'm out of here. Because you wait until next time. Until then, keep that control stick smoking. Ja, dat is wel een grote ster nog. Dus ik heb 121 sterren. Zijn we klaar met Mario 64 nu? Heb ik het gewoon gedaan? Oh, Mario. Ik denk hij springt erop. Nog nooit eerder heeft iemand 120 sterren gehaald in Super Mario 64. Nog nooit. Easy. Ik snap niet waarom nooit iemand dit heeft gedaan. Wel leuke ervaring. Hé, het water is weer terug. En ik heb mijn pet weer. Ik heb mijn pet. Ik heb mijn petje weer terug. Oh, wat mooi. Oh, daar is Peach. Oh. Beautiful. Oh, Mario. Mario? Mario. En daar is Toad. Hi. Nee, ik kan geen Toad. Ik kan Peach wel nadoen, maar... Dood niet. Hey, maar hallo. Hallo, ik ben Dood. Dood is de beste. Oké. Mario? The power of the stars is restored to the castle. Voice-over? Of, voice. Voice dinges. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. Me? Hm? Oh. Wat schattig. Here we go! En heb ik nou Luigi unlocked? En Yoshi toch ook? Als je 120 sterren verzamelt, is een verrassing, kan je Yoshi unlocken. Mario. Je moet alleen 3 uur op het kasteel wachten. Gewoon hier zo buiten gestaan en dan krijg je Yoshi. 30 uur krijg je Luigi. Heb het gedaan, mensen. Ik heb het gedaan. Sorry, ik heb het gedaan. Correctie.
Miyamoto. Ik heb er vertrouwen in. Dit is, ik heb er vertrouwen in dat Miyamoto het weer ver gaat schoppen. Dit is niet echt een heel goed spel, maar... Zie, dit is wel... Het gaat de goede kant op. Ik heb er vertrouwen in... dat die persoon nog wel een paar goede games maakt. Net zoals het hele team natuurlijk. Het is niet alleen Miyamoto. Kamer programmer. Mario Face programmer. Penguin programmer. Wiggler programmer. Twomp programmer. Peach programmer. Toad programmer. Bowser. Is niet geprogrammeerd. Dit was echt een poeplevel. Nooit meer. Nooit meer hoef ik dit te doen. Goed spel. Voor zijn tijd. En nu op zich ook nogal wat frustraties van mijn kant. Maar dit hoef ik nooit meer te doen. Dit ook niet meer. Nooit meer. Dit level. Ook nooit meer. Tenzij iemand zegt van... Hey, voor 1000 euro... ga je dit weer helemaal overnieuw doen. Zou ik het dan doen? Weet ik eigenlijk niet. Kan ik wel weer meer games kopen voor de verzameling. Dat level vooral. Die hoeven we echt niet meer te doen. Dit was een interessant level. Niet heel leuk. Oh, dit level. Die hoeven we echt nooit meer te doen. Vlieg hier zo. Dit? Nooit meer. Special thanks to EAD staff, all Nintendo personnel en de Mario Club staff. Submarine launch the nukes. Oh ja, dat ding. Ja, dat weet ik nog wel goed hoor. Hi, ik ben Toad. En Toad is de beste. Nee, Luigi is beter, want Luigi kan verder springen in Mario 2. Super Mario Bros. 2. En Peach is nog beter eigenlijk. Thank you. Thank you so much for playing my game. Not a problem. Dat is hem dan. Wat krijg ik nu voor de 120 sterren? Gaat hij ook nog 7? Je krijgt wel iets, toch? Is dat het? Zo, wait a minute. 120 stars. Unlock. Unlock all characters. What happens when you get all 120 power stars in addition to unlocking the secret ending? Collecting 120 stars also unlocks Mario's little brother Luigi. Oh, je kan echt serieus met Luigi spelen? Nee, fucking hell. Nee, is dat serieus zo? Meet Yoshi and get 100 lives. Once you start the game, immediately go to the left. Normally there's a grate covering an opening, but after 120 stars open, this allows you to jump in the cannon and shoot anywhere, including the top of the castle, which has a lot of goodies. The short speech given by Bowser, you defeat him changes slightly. He will lament the fact that you found power stars that even he couldn't. There's also a secret waiting for you on top of the castle once Bowser's vanquished. Ooh, vanquished. Ik, kan ik hem gewoon resetten nu dan? Of zou hij het gesaved hebben? Ik weet het nou serieus niet. Ga ik dit gokken? Of ga ik het heel even googlen? Even googlen. Super Mario 64. The end reset N64 question mark. How can I save after the credits?
You can't continue after the end screen. The star that you got from defeating does not count towards your star total. So you don't have to worry about it. Once you beat the game, it won't let you play on. Oh, we hebben natuurlijk gesaved voor Bowser toen we de 120 sterren hebben verzameld. Dus die hebben we nu al. Dus betekent dat we eigenlijk gewoon 100 sterren konden verzamelen? Nu doe ik misschien iets heel iets doms. Maar we hebben gewoon 120 sterren op deze save nu. It's a me, a Mario. Hello. Hello. Okie dokie. Hé, mijn pet is weer weg. Laten we dit meteen even checken, nu we dan toch bezig zijn. Kijk eens aan. Als je jezelf lanceert met dit kanon voor 100 keer, dan kan je als Wario spelen. En Wario heeft een machine gun. Cool, Mario is dood. Waar moet je nou precies naartoe? Hallo. Oh my god, mijn hoofd zit vol. Ik ben er echt klaar mee. Nog niet helemaal met de stream hoor. Niet weggaan. Moet ik gewoon daar op schieten of zo? Ik wil Yoshi zien. Yoshi! Daar are you? Hallo Yoshi. Oh, we kunnen ook nog eens een keer vliegen. Yoshi! Blam. Mario, is it really you? It has been so long since our last adventure. They told me that I might see you if I waited here. But I do just about giving up hope. Is it true? Have you really beaten Bowser and restored the stars to the castle and saved the princess? I knew you could do it. Now I have a very special message for you. Thanks for playing Super Mario 64. This is the end of the game, but not the end of the fun. We want you to keep on playing, so we have a little something for you. We have a little something for you. Oh yeah. We hope that you like it. Enjoy. Oh yeah. The Super Mario 64 team. 100 levens. En nu dan. Hey, is dat van Luigi nou bullshit? Dat is toch bullshit? Cheat. Hey, Yoshi. Yoshi is dood. Damage negation. But I get a second hit. Infinite coins. Infinite. Reduce fire damage. Unlockables. Hey, waarom zegt hij hier verzamel 150 sterren? En Luigi's Rabbit. Wat? Er is geen Luigi. Dat was net bullshit. Luigi? Dude, dat is gewoon voor de DS-versie. Luigi is Mario's young twin brother. Zijn de broers van elkaar. Oké. L is real, Luigi is real. Nee, dat is het hele ding. Ik was aan het geinen hoor, voor een deel. Maar een site zei net serieus van, hey, hier is Luigi. Maar dat is voor de DS-versie. Dat is gewoon bullshit. Waarom had Yoshi zoiets van, nee, fuck it, ik ga hier weg. En 100 levens. Wow.
Happy. Is hier nog iets achter? Nee. Dit is wat Nintendo niet wilt dat je ziet. Hé, hey, is daar een deur? Oh, dat is... Het lijkt op een deur daar. Zo zie je dat? Daar zo, dat is een daadwerkelijke deur die we ook kunnen zien. Kun je hier gewoon normaal naartoe lopen? Dat is eigenlijk weird dat je dit kan zien. Weird. Waarom zou je dit kunnen zien? Oké, okay, kan je 100 in 1 levens? Nee, 100 is echt de max. Wat als ik nu snel in een kanon? Oh, dat was echt snel. Wat wil ik? Ik wilde even checken of ik hier bovenop kan komen. Maar ik denk niet dat dat zo is. Nice. Nice. My god. Zo. Oh my god. We hebben het gedaan, mensen. We hebben het gedaan. Ik ben in de bui. Ik ben in een mood. Kunnen we dat wiel nu al maken? En gewoon even testen of het werkt. Dat is wel het belangrijkste. Dat is wel een heel belangrijk ding namelijk. Dashboard. Daar. Sluiten. Kan ik een nieuw wiel... maken. Punten? Dat wil ik niet. Ik had een snelkoppeling hier net. Wheel. Streamlabs. Draaiwiel. Kopiëren. Hoe maak ik een extra draaiwiel? Zo ook niet. Is het een widget of is het een product? Oké. Zie je, ik heb gelukkig een shortcut naar een draaiwiel. Want dat is het welbekende draaiwiel. Voor de jellies. Zeg maar. Zorg ervoor dat deze niet... Hoe draai ik dat wiel dan? Hoe deed ik dat ook weer? Nope. Dus het idee is dat we hier een aantal spellen op gaan zetten en het rad gaat bepalen welk spel we de volgende keer gaan spelen. Wil ik de jelly beans en zo weghalen nu? Ik heb hier nog meer. Oh. Can still do it. Nu ben ik even benieuwd of de muziek afspeelde. Ja. Als ik de muziek afspeel via deze manier.
Hij laat de desktop audio niet horen. Was er net wel audio tijdens de stream? Dat zou heel grappig zijn. Even zien, hoe ga ik dat uitvogelen nu? Geef me een seconde. Oh, ja, dat... Kan ik dat nu checken eigenlijk? Hallo? Dat doet het dus niet. Had ik serieus net geen... Had ik nou... Oké, nou hoor ik met... Oké. Nu moet je ophouden. Hoe check ik? Dan moet ik naar video's. Oké, dat was game audio. Perfect. Waar was ik mee bezig? Het wiel. Nee, weet je wat? Dat doe ik buiten de stream om. Maar ik ga nog één keer de lijst even opnoemen. Dus als er nog suggesties zijn, dan moet je ze nu opnoemen. Want dit gaat dus om NES games. We gaan een NES game spelen. Ik moet nog heel even nadenken over de exacte regels. Maar de vraag van een tijd terug was van, wat zijn moeilijke NES games? We hebben hier een lijst gemaakt met de chat. En de lijst is als volgt. De games die daarop komen te staan. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beetje jammer dat het er net niet 15 zijn, maar dat is op zich oké. Okay. Kan er 15 van maken? Misschien. Maar Ninja Gaiden, Contra, Ghosts and Goblins, Zelda 2, Versus Quest, Ninja Turtles, Castlevania, Punch-Out, Paperboy, The Simpsons Bart versus Space Mutants. Ik weet eigenlijk niet of dat zozeer een moeilijk spel is, maar het is wel een spel wat ik wil spelen. En mijn herinnering is dat het gewoon een verdomd irritant spel is. Dus dat was meer, dat gaat gewoon een ding zijn. Adventure Island, Batman en Blaster Master en Battletoads. Die zet ik dus allemaal op het wiel. Dan spinnen we het wiel. En waar die opkomt, dat is een spel wat ik ga spelen. Met het doel om dat spel ook van A tot Z uit te spelen. Nu moet ik alleen nog even nadenken over exacte regels. Van, oké, zoiets als Battletoads kan ik voorstellen. Want ik heb geen ervaring met Battletoads. En het is niet een gemakkelijk moeilijk spel, zeg maar. Het is een moeilijk spel. Want Wat voor escapes heb ik, zeg maar. Als we zeggen van, nee, dit wordt hem gewoon niet. Of het is gewoon niet grappig meer. Of het duurt te lang. Wat doen we dan? Wat staat daar tegenover? Moet daar iets tegenover staan? Of draaien we dan gewoon het rad? En zien we dan wel even van, hey, dat we dan een ander spel gaan doen. Maar de intentie, het moet namelijk een beetje leuk blijven. De intentie is wel om een serieuze poging te doen om die spellen uit te spelen. En waar we dus eerst mee gaan beginnen, gaat het rad, de spinwiel dus bepalen. Ik denk voor de oud misschien, als je, dan moet je maar je 64 wiel opnieuw spelen. Misschien moet ik dat gewoon, weet je wel, van voor mezelf. Zo van, hey, nee, dit wordt hem niet. Deze parkeren we. Dan is het gewoon defeat. En dan zien we, misschien is dat het wel, dat we gewoon een score hebben, een tally van,
van de 14 of de 15 games is het gelukt om... misschien is 14 dan wel goed. Weet je wel, dan... of nee, dan moet je oneven. Laten we zeggen van, hey, Battletoads, als ik nee zeg, dat ik één keer nee heb gezegd. En dat in ieder geval de poging is om meer ja's te krijgen. Dus meer spellen die uitgespeeld zijn dan niet uitgespeeld. En wat er dan gebeurt, dat zien we dan wel weer. Eet ik wel een appelflap of zo op de stream. Appelflappen zijn heel vies. En dat zou ik erg niet leuk vinden als ik dat moet doen op een stream. En net zoals een broodje haring of een rode curry. Ja. Dat is een goeie. Ik ga er even over nadenken. Mensen, ik wens jullie nog een fijne avond toe. Dit was Super Mario 64. We zijn er klaar mee. We zijn er klaar mee. Het is mij gelukt. 120 sterren. We hebben Yoshi gezien. We hebben rond het paleis nog gevlogen. En Luigi. Dank internet. We zijn klaar. The curse has been lifted. Het was een leuk spel hoor. Maar het duurde wel lang. Fijne zondag nog. En tot de volgende keer. Maar weer. Alsof.